is gewoon naast de trampoline. Er staat een kliko. Oh, moet je kijken. Kom eens even hier. Die loopt helemaal door hier door die tuin heen. Wat is dit, joh? Ik heb mijn tuingereedschap mee, mijn hakbijl en ik heb de stickers voor als de tuinen goedgekeurd zijn of afgekeurd. En we gaan nu kijken wat deze tuin is. Mijn naam is Lars en ik ben van de tuinpolitie. We zijn midden in Hoofddorp en we zijn getipt dat deze tuin een totale catastrofe is. We gaan gauw een kijkje nemen. Goedemorgen. Hallo. Mijn naam is Lars van de tuinpolitie. Oké. En wij zijn getipt dat je tuin eigenlijk het zonlicht niet meer kan verdragen. Oh. En we zijn benieuwd of we even achter mogen kijken om te kijken of je wel door de keuring komt. Nou, vooruit. Doe maar dan. Mogen we binnenkomen? Ja, kom verder. Oké, is goed. Oh, oh, oh. Ik zie het al meteen. Dat is niet best, hoor. Kijk, wat me meteen al opvalt, is dat er overal losliggende materialen liggen. De bladeren slingen door de tuin. Het onkruid groeit tussen het grind door. Ik heb mijn koffertje meegenomen, zodat ik alle aspecten van de tuin goed kan bekijken. Ik heb diverse spullen bij me. Ik heb mijn vergrootglas voor als ik dingen van close-up moet bekijken. Ik heb het afzetlint voor als de tuin echt te gevaarlijk is om te betreden. Ik heb mijn duimstok om de maten na te meten. Ik heb de verrekijker om te kijken of de verschillende diersoorten nog in de bomen zitten en in de nestjes. Ik heb de zaklamp mee om te kijken als ik in donkere ruimtes moet zijn. Ik heb mijn tuingereedschap mee, mijn hakbijl en ik heb de stickers voor als de tuinen goedgekeurd zijn of afgekeurd. En we gaan nu kijken wat deze tuin is. Ja, waar moeten we toch eens beginnen? Je ziet meteen eigenlijk dat het helemaal los ligt al, overal bulten en kuilen. En zoals je hier op de hoek goed kan zien, zie je dat het eigenlijk al helemaal gemengd is met aarde en met mos. Hier zie je ook overal het mos doorheen groeien, er is eigenlijk helemaal niks meer van het grind over. Overal groeit er onkruid doorheen. En je investeert natuurlijk heel veel geld in een mooi grindpad. Eindstand zie je gewoon dat het mengt met mos en aarde, waardoor er heel veel onkruid doorheen groeit. En wat je natuurlijk al helemaal niet wil met dit losliggende grind, is dat dit voor je oprit is. Als je hier met je auto één keer overheen rijdt, dan spat het alle kanten op en kan je enorme schade aan andere auto's of aan ramen krijgen door een rondvliegend grind. De tips die ik kan geven om te zorgen dat je grindmat goed blijft liggen, is zorg dat je altijd een onderlaag van een honingraadmat hebt. Als je er dan met je auto overheen rijdt, spat het niet op. En als je er overheen loopt, krijg je geen voetstappen in je grind. De honingraadmatten die zorgen er ook voor dat er geen onkruid doorheen kan groeien. En wat ik ook altijd aanraad om te doen bij je grindpad, is om het iets lager te leggen dan de bestrating. Zoals je hier kan zien, zie je eigenlijk dat het grind altijd op je bestrating ligt. En het ligt ook een beetje door het gras heen. Wil je nou dat het geen kant meer opgaat, zorg dat het iets lager ligt dan je bestrating. Oh, moet je die deur toch kijken. Het is helemaal uit zijn voegen gescheurd gewoon. Kijk, het is helemaal rot hier al. Hier, hij laat helemaal los. Helemaal verrot. Maar dat kan echt niet. Kijk, die is ook verrot. En deze gaat natuurlijk gewoon helemaal niet meer dicht. Die halve schuur is uit zijn voegen. Nou, we gaan de overkapping checken. Oh, oh, oh. Ik zie het al. Nou, zoals we als eerste aantreffen, zien we natuurlijk overal vochtplekken. Je ziet dat er gewoon overal lekkage is. Je ziet hier aan de bovenkant zien we een grote kier in het plafond zitten. Die hele schuur is eigenlijk ontzet. Ja, je ziet ook overal vochtplekken op de vloer. Dat is wel de meest lugubere schuur van Hoofddorp dit. En wat we hier natuurlijk goed zien, je ziet hier gewoon dat die schroeven helemaal scheef door de balk zijn gegaan. Het zal mij benieuwen hoe goed dit nou eigenlijk echt vast zit. Want zoals je ziet zitten de schroeven er gewoon naast in plaats van erin. Nou, dat is echt totaal onveilig dit. Kinderspeelgoed. Maar kindvriendelijk is het natuurlijk niet echt. En veilig is het al helemaal niet. Nou, ik heb genoeg gezien. Hier hoef ik niet langer te zijn. Nou, wat ik als tip geef bij het plaatsen van een blokhut, zorg dat hij op een goede fundering staat. Wat hier de voornaamste reden is van alle punten die ik net opnoemde, is omdat hij gewoon scheef is gaan staan. Hij is aan deze kant gaan zakken. En zoals je kan zien, gaat daardoor het hele huisje ontzetten. En is waarschijnlijk ook de lekkage ontstaan. Nou, hier komen we bij een gat aan. Hier heeft een vijver gezeten. En zoals je kan zien, al het afval wat uit de vijver is gekomen, hebben ze allemaal in het gat gegooid. En wat hier nou het gevaar van is, is dat we zometeen, als we hier overheen gaan straten of je legt een grasveld aan, dat er weer één groot gat komt. Omdat alle waterlelies, alle bagger,
alle troep die nog in de vijver zat, die zit onder in het gat. Dat gaat verrotten, dat gaat nog nazakken. En dan gooi je de zand op en dan zakt het weer helemaal in. Ja, dus wat je eigenlijk moet doen, je moet hem helemaal uitgraven, schoon zand erop, laag voor laag verdichten. En dan kan je de schone grond op aanbrengen of schoon zand. Even genoeg negativiteit. Voordat we doorgaan met dit fiasco, gaan we door naar de quiz. Hop, 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 hop. Dames en heren, het is weer tijd voor een nieuwe quiz van tuinmaterialen.nl TV. Mijn naam is Lars en ik zit hier met mijn compagnon Engel Muns. En ik ga de heer Engel wat vragen stellen. Engel, hoe groot mag een vijver zijn voordat je een vergunning nodig hebt? 60 vierkante meter. Het antwoord is 80 vierkante meter. Deze moet je weten, dit is mijn volgende vraag. Naar welk woord ben ik op zoek? Het is een behandeling van natuursteen. Het woord komt uit het Italiaans en de betekenis is iets doordrenken met een werkzame stof. Natuursteenbehandeling. Geen flauw idee. Nog één keer. Het is een behandeling van natuursteen. Iets behandeling van natuursteen. Italiaans is niet goed. Het komt uit het Italiaans. Het komt uit het Italiaans. Wel opletten. Marmeritos. Het antwoord is impregneren. Had je moeten weten. Oh, oh, oh. Dan gaan we naar vraag nummer 3. Dit is erop of eronder, hè? Je weet het, hè? Sommige tuintegels zijn gemaakt van beton. Maar hoe... Dit is erop of eronder, hè? Je weet het. Sommige tuintegels zijn gemaakt van beton. Maar hoe lang gebruikt men al beton? Al vanaf 2500 jaar geleden? Vanaf 4000 jaar geleden? Of al vanaf 7000 jaar geleden? Ik ga met optie B, 7000 jaar. Dat was optie C, 7000 jaar geleden. Maar dat is goed. Want de Egyptenaren, die hebben de piramides natuurlijk gemaakt 7000 jaar geleden. Dat weet je nog, hè? Ja, 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 heel goed. Kijk eens, het is erop verdronden, maar het is gelukt. Oké, dan heb ik nog een bonusvraag. Vraag nummer 4. Waarvan is kunstgras gemaakt? Van nylon? Van polyethyleen? Of van latex? Simpel, polyethyleen. Nou, ja! Is ongeveer veel te makkelijk dit. Dat is veel te makkelijk, maar je hebt er 2 fout en 2 goed. Hè? Dus je bent er niet eens over de helft. Je hebt geen voldoende gehaald gewoon. Laten we het daarop houden. Je hebt gewoon een 5 gehaald. Nou, dames en heren, dat was weer de quiz. Op naar de volgende. Wil jij nog wat zeggen? Volgende keer even wat minder Italiaans graag. Bambino. Als we kijken naar de kindvriendelijkheid van de tuin, zien we hier naast de trampoline, zien we schuin afgeknipte takken. Als het kind erop valt, nou, dan loopt het ernstige verwonding op. We zien overal losliggende takken liggen eigenlijk hier al. Zoals je hier kan zien, is gewoon naast de trampoline, staat een kliko. Oh, moet je kijken. Kom eens even hier. Kijk, hier zitten gewoon tussen de bladeren liggen de losliggende kabels. Daar zit de bestrating. Als hier een kind met zijn gezicht op de bestrating valt, dan hebben we een serieuze gevaarlijke situatie. Kijk, zoals hier ligt die zwarte kabel, die valt natuurlijk helemaal niet op. Maar hier ligt ook een grijze, die zit ook helemaal onder de bladeren. Die loopt helemaal door hier door die tuin heen. Wat is dit, joh? Wat natuurlijk gewoon de tips zijn om je tuinkind vriendelijk te houden. Zorg dat je alle losse rommel hebt opgeruimd. Dat je container ergens in de hoek staat. En natuurlijk voor de losgeliggende bekabeling. Zorg dat je je kabels altijd minimaal 10 centimeter onder de grond hebt liggen. Zodat ze niet open en bloot kunnen liggen. En helemaal niet dat de kinderen kunnen vallen natuurlijk. En deze planten jak ik eigenlijk meteen even weg. Want dit is natuurlijk helemaal gevaarlijk. Zo, hier kunnen ze weer veilig springen. Nou, ik heb nog meer plekken gezien die eigenlijk heel onveilig zijn. Zoals hier al. Kijk, hier hebben we gewoon een stopcontact. Open en bloot. Met het vuil zit er eigenlijk in. Dit is natuurlijk totaal niet kindvriendelijk. Als hier een kind met zijn vingers inkomt en die wordt geëlektrocuteerd, ja, dat is levensgevaarlijk. Nou, dat is echt niet best. En waar we natuurlijk ook altijd naar kijken, is of onze gevogelde vrienden een kans krijgen. En dat is juist bij deze slordige tuin wel weer heel goed. Er liggen overal losliggende bladeren en takken. Dan hebben we vogels, hebben mooi de ruimte om materiaal voor hun nestjes te pakken.
En ze hebben mooi de ruimte om de warmte op te zoeken in bijvoorbeeld de bergen met bladeren of tussen de heg die niet gesnoeid is. Dus een vogelvriendelijke tuin is het zeker. Oh, oh, oh. We gaan door naar de volgende catastrof. Het gras zit helemaal vol met mosplekken, onkruid en met kale plekken. En er zijn overal nog wat plukjes gras wat groeit, maar verder krijgt het weinig kans nog. Kijk, de tip voor iedereen die ik kan geven met een grasveld, zorg dat je van tevoren een goede grondlaag aan hebt gelegd. Want als het gras geen voeding kan krijgen, dan komt het er zo uit te zien als dit. Dit is gewoon op de klei neergelegd, daardoor krijgt het geen voeding, waardoor je allemaal graspollen krijgt en veel mos door elkaar. Het onkruid heeft veel minder voeding nodig, dus dat groeit veel makkelijker in de tuin. En waardoor het zoveel kale plekken hebt, is omdat er ook veel bladeren in de tuin liggen. Als je bladeren op je gras krijgt, dan stikt het gras en krijg je kale plekken. En zoals je hier kan zien bij het gras, zie je eigenlijk dat het gras eigenlijk de totale plantenbak overneemt. Dit komt omdat er geen opsluitband zit tussen het plantenvak en het gras, groeit het gras gewoon verder naar hoe ver het wil. Maar dit staat er eigenlijk allemaal heel goed bij. Is hortensia is ook mooi. Goede knoppen eraan. Moet er bijna gesnoeid worden. Ah ja, dan zien we hier die buxus. Eigenlijk wat je hier ziet is dat die buxus bijna dood aan het gaan is. En dit komt omdat die wortels helemaal bloot liggen. Het is net vorst geweest. Je ziet hem hier helemaal dood gaan. Dat komt omdat die wortels bloot liggen. Die wortels liggen eigenlijk bloot, dus die zijn helemaal niet meer beschermd. Dit ligt gewoon in de open lucht. Als het dan gaat vriezen, vriest die plant dood, zoals je hier goed kan zien. Verderop kan ik het nog beter aanwijzen met de hortensia. Kom mee. Zoals je kan zien bij deze hortensia, zie je eigenlijk dat die takken al helemaal aan het doodgaan zijn. Dat komt omdat we hebben een hele koude winter gehad en daarom is dit helemaal blootgesteld aan de vorst. Die wortels die liggen eigenlijk gewoon in de vorst. Die zijn helemaal bevroren en daardoor is die hortensia eigenlijk aan het doodgaan. Het is wel een taaie plant. Zoals je ziet zitten hier wel knopjes aan, dus die gaan wel groeien. Maar heel mooi gaat deze niet bloeien dit jaar, omdat die gewoon open en bloot ligt. Wat ik als tip geef, zorg dat je wortels nooit open en bloot liggen en helemaal niet in de winter. Zorg dat hier genoeg aarde omheen ligt. Zorg dat het goed aangestampt is, dus dat het met een regenbuitje ook niet meteen weer bloot komt te liggen. Dan heeft je plant de meeste kans om te overleven. Verder zijn er nog een paar kleine dingen die me opvielen. Wat vooral opviel, is dat de verlichting het niet doet. Dat komt niet omdat het niet is aangesloten, maar er zit geen eens een peertje in. Dus dat is helemaal veilig natuurlijk. Wat me eigenlijk ook opviel, is de bestrating. Zoals we nu aankomen bij de bestrating, er zit eigenlijk overal kras op. En het komt omdat mensen gewoon hun tuinzet zo op de bestrating laten krassen en heen en weer schuiven. Maar je moet eigenlijk gewoon je buitenvloer als je binnenvloer behandelen. Eigenlijk door een paar simpele filtjes onder de tafelpoten en onder de stoelen kan je het krassen voorkomen. Ook zit hier een heel gat. De regenafvoer is eigenlijk niet goed aangesloten, waardoor er allemaal water wegloopt. En ze hebben natuurlijk hier ook de bestrating niet helemaal dichtgemaakt. Het is tijd voor een eindoordeel. Bij binnenkomst zagen we al meteen dat het grind niet goed was aangevuld. En dat het helemaal los lag en allemaal onkruid er doorheen groeide. We zagen dat de vijver niet goed was aangevuld. De overkapping stond helemaal scheef, was helemaal uit zijn voeg gegroeid en er waren op diverse plekken lekkage. We zagen overal losliggende bekabeling en onveilige stopcontacten. We zagen diverse gaten en krassen in de bestrating. Wel was de tuin weer heel vogelvriendelijk. Maar het allerergste is natuurlijk dat de tuin totaal niet kindvriendelijk is. En als kind wil je hier totaal niet zijn. En ik ook niet. Ik ga er gauw vandoor. Ik heb het niet kunnen verdragen vandaag. Jullie weten waarschijnlijk mijn eindoordeel wel. Hij gaat erop. Ik keur hem af. Zo. Vond jij dit een leuke video en wil je nog meer tuinen zien? Druk dan op liken, abonneer en klik op het belletje.